Mijn doel is om wereldkampioen te worden in de MSGP-klasse. Motocross is mijn hele leven. Ik ben er 24/7 mee bezig. Heel mijn leven draait erom. Ik ben er eigenlijk mee opgegroeid. Ik ben meteen toen ik geboren ben mee naar de cross gegaan. En toen ik 4 was, wou ik zelf ook een motor. Wat er zo mooi is aan motocross, ik denk toch de adrenaline die ik ervan krijg. Met springen, met 40 man de bocht in. Ja, gewoon de snelheid. Alles draait maar om één ding. En dat is de carrière waaraan. Mijn vader die werkt heel hard. Mama die werkt ook heel erg hard. Die maakt overuren om met mij te kunnen gaan trainen. Ja, ik moet er eigenlijk alles voor overlaten. Elke dag trainen. Goed op je eten letten elke dag. Goed slapen. Dus eigenlijk moet je alles ervoor over hebben om het doel te bereiken. Door de week trainen, erbij werken, iedere avond sleutelen, plannen, de centen bij elkaar krijgen, de sponsorschappen, gewoon 24 uur per dag daarmee bezig. Zeker, zeker. Zou het zo weer doen.